Geen enkele vrouw zit natuurlijk te wachten op een bad hair day. We willen goed voor de dag komen en dan het liefst ook nog met heel veel volume. En om dat te realiseren kan je gebruik maken van wat hulpmiddelen, namelijk extensions. En welke mogelijkheden er allemaal zijn, ga ik vragen bij Kapsalon Ploegmakers. Sissy, wat is dat toch? Wij willen altijd volume. Waarom? Ik denk dat volume echt staat voor gezondheid en glanzend mooi vol haar. En daar voelt iedere vrouw zich prettig bij. Maar hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er? Want ieder haar is anders. Wat is er allemaal mogelijk? Nou, je kunt eigenlijk heel erg veel met extensions. De meeste mensen kennen het vooral dat ze de haar langer willen maken. Maar je kunt ook je eigen lengte houden en puur volume geven aan het haar. Maar je kunt ook heel veel creatieve kapsels maken door middel van extensions. En hoe zit het dan met kleuren? De kleur van de klant bepaalt eigenlijk de kleur van de extensions. De kleur van de extensions is wel mooi kleurvast. Dus de kleur die vervaagt niet zo snel. Extensions worden ook niet grijs. Nee, die worden zeker niet grijs. Zijn extensions schadelijk voor je haar? Nee, absoluut niet. Het is alleen heel erg belangrijk dat ze goed geplaatst worden en dat je het goed verzorgt thuis. Hoe worden extensions dan geplaatst? Ze worden door middel van een waxje aan je eigen haar bevestigd, door middel van geluidsgolven. Hoeveel haar je hebt bepaalt een beetje het aantal extensions. En dat het niet te dicht tegen de hoofdhuid aangezet wordt. En nou willen we natuurlijk heel graag even zien hoe dat eruit ziet. En er is hier iemand die toch prijs wil geven. Dat vind ik wel heel leuk dat ze dat doet. Ja, Inge de Bruin is hier, dus dan kun je eigenlijk meteen zien hoe het allemaal gedaan wordt. Hi Inge. Hoi. Hoi. Dus het gaat gebeuren. Vandaag weer, hè? Is het tijd? Ja, we gaan nou Inge lengte en volume geven. En door wie wordt het geplaatst? Door mijn vader, Maarten Ploegmakers. Inge die heeft gekozen voor platte extensions, zodat je de bondjes heel natuurlijk aanvoelt. Nou, en dit is dan het resultaat. Maar ja, ik ken je niet anders, hè? Gewoon Inge met de volle blonde manen. Ja, heerlijk als het weer gedaan is. Het is altijd een feest als je bij de kapper bent geweest. Ja, want dit is ook gewoon gezelligheid, hè? Jullie met z'n drietjes zo. Ja, we maken er eigenlijk altijd een leuk dagje van eigenlijk. En wat is dan de reden geweest voor jou om te kiezen voor extensions? Ik vond mezelf wel een volle bos, maar ik wilde gewoon iets langer en voller. En ik vond het ook leuker om altijd een beetje tegen de draad in te gaan, want alle zwemsters hebben eigenlijk nagenoeg kort haar. Precies. Ik wilde altijd tegen de draad in, dus lang. En nu kan je ze gewoon onder de badmuts vandaan laten. Precies, ja. Heerlijk. Ik ben echt super blij mee.